Het is eigenlijk een film die mij het meest deed denken. Nu gaan we dus, nu streken we de oceaan over naar New York. De Neuroses van Woody Allen. Okay. Het gaat over een uitgeblust stel. Ik weet niet, het is mijn interpretatie. Jij, het huwelijk is een beetje uitgeblust. Jij denkt, hoe kom ik van mijn vrouw af? Uitgeblust, er zit wel liefde, maar het is alleen... Kijk, je hebt, ze staan aan de vooravond van hun derde levensfase. De kinderen zijn de deur uit, pensioen staat eraan te komen. En dan moeten ze met z'n tweeën verder. Je hebt niet meer het samenlijke project van een gezin. Je hebt ook niet meer van de afleiding van het werk. Dus nu zit je tegen elkaar aan te kijken. En kunnen wij nog samen verder? En dan blijkt dat wat ze aanvankelijk bond, of aantrokken in elkaar... dat heeft ze nu uit elkaar gedreven. Dat is het dilemma eigenlijk. En toen dacht jij, de man in dit stel... en dat maakt de film natuurlijk absurd en bijzonder... weet je wat, ik ga niet zeggen, ik wil van je af. Ik ga spelen dat ik dement word... En dan word ik vanzelf wel in een huis geplaatst. En daar wil ik... Ja, hij durft gewoon niet te zeggen. Hij durft niet te zeggen. Nee, maar dat is een lafbek. Ja, maar dat geeft niks. Nee, maar hij durft het gewoon niet te zeggen. Nee. Hij wil mij niet kwetsen, eigenlijk. Dat is. Nou, maar hij wil wel van je af. Dat zeg ik. Ja, nee, dat weet ik. Het is eigenlijk gewoon van... Gerda heeft ooit het leven van Jan gered. Want van Gerda is een huwelijk... Zij is Gerda. Ja, Gerda. En van Gerda is het huwelijk een vorm van begeleid wonen. Dat zegt hij, hè? Ja. Als Gerda zorgt gewoon een beetje voor Komt het bekend voor? Nee. Ja. Maar dat is voor haar manier van liefde geven. Ja. Ik hoorde laatst een acteur op televisie zeggen... ja, als je naar buiten gaat en je vrouw zegt... doe je een sjaal om, want het is koud... dan is dat een liefdesbrief, zei hij. En zo kun je het ook zien. Ja. Alleen, en in het begin, omdat had Jan dat symbiotische heel erg nodig... Ja. Dat heeft hem zelfs zijn leven gered. Dus daarom voelt hij zich schatplichtig aan haar. En wilde niet zomaar van haar af. Dus hij wilde het liefste dat zij met hem mee verandert. Maar nu verstikt het hem. Ja, nu verstikt het hem, ja. Dus nu moet hij van Gerda af. Ja, of Gerda moet veranderen. Ja, maar dat, ja, maar dat gaat met Gerda niet gebeuren. Nee, maar hij verandert ook niet echt. Nee, daarom. Nee. Even Johanna, ja. De scène... de eerste proeven eigenlijk van de aanstellerij. Dat weten we dan, hè, later. Je bent helemaal niet dementerend. Het is wel een spoiler, maar geef niet. Maar... Nou, hij is al gebeurd. We mogen toch gewoon kijken naar... dat je denkt dat je bij de buren woont, zal ik maar zeggen. Ja. In je onderbroek, toch? Oh, die mooie ten kate witte onderbroek. Met die schuddende billetjes. Grijs. Met die schuddende billetjes? Ja, ik heb het niet zo... Heb je niet gezien? Nee, ze is heel enthousiast over mijn billetjes. Ja, heel leuk. Ja, echt waar. Ja, dan komen de billetjes. Ja. Wat doe je toch? Ik ben hier ten halve weg. Wat doe je in mijn huis? Bij mijn vrouw? Smeer die voor me. Ik hou wat van weer wat. Ik ben hier ten halve weg. Ik heb vooral mijn kind. De close-up van mijn billen zit hier net niet. Nee, dit is jammer. Nee, maar Johanna... Jij deed dit. Nee, maar Johanna wilde geen naakscènes meer doen. Ik denk, dat doe ik ze zelf. Dat is... dat klopt. Maar Johan, jij als regisseur, bekend van... Nou ja, Verliefd op Ibiza, Toscaanse bruiloft... je hebt ongelooflijk veel succesfilms gemaakt in een bepaald genre. Dit is totaal andere koek, hè? Ja, dit was even wennen. Maar ik vond het ook heel erg mooi om... Nou, ik ben nu zelf ook 50. Die vorige films eindigden altijd met een kus. En op de set maakten we heel vaak wel een grap over. Nou, als de titelrol loopt, zijn die twee al niet meer bij elkaar. Maar om een verhaal te vertellen over een volwassen echtpaar... die daarna verder moet, dat vond ik heel erg mooi. Ja.